rondgelopen met de stok en met de nieuwe punt erop. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik vind het wel een hele vooruitgang, omdat die stok heel goed aangeeft wat je eigenlijk op de bodem voelt. Ja. Het verschil tussen gras en tegels of grind. Of gewoon als een stoep oploopt of in één keer een echte stoep is. Ja. Dus je hebt een helling of een echte stoep. Dus dat is heel goed te voelen. En maar ja, net ook dat we dus met de stok toen echt tegen een hekje aan komen. Ja. Maar dat heb je natuurlijk met iedere sport wel. Ja. Maar het voordeel van deze is dat je echt randen en aflopende gedeeltes kan voelen. Ja. En heel goed het verschil tussen een harde ondergrond en het gras. Ja, ja. Dus dat vind ik wel heel handig. En ook dus dat je ook vooruit kan. Dus je hoeft eigenlijk geen echt kracht te zetten. Ja. Want hij loopt, op het moment dat hij rolt, loopt hij zelf. Ja, ja. Dus dan, en in wat voor situaties is dat vooral handig als je dus nog vooruit rolt? Eigenlijk bij elke stap wat je doet, rol je de stap eerst vooruit. Ja. Eigenlijk om te kijken van kan ik de volgende stap veilig zetten. Ja, ja. Ik kan wel een stukje naar achter gaan zo. Ja. En dan ga ik lopen en dan ik zo. En dan zegt de stap, hier is gras. Ja. Maar dat kan natuurlijk ook een hekje zijn of een boom. Dus de stok komt dan ergens tegenaan. Maar doordat ik dus de stok al voor me laat uitrollen, onderzoek je eigenlijk in snel tempo van kan ik de volgende stap zetten. Ja, mooi. Klinkt wel heel zwaar, maar zo gaat het eigenlijk met haar, heel snel. Ja, je denkt er eigenlijk niet meer bij na. Je gaat niet bij elke stap nadenken natuurlijk. Maar zo ga je, zo loop je eigenlijk elke dag, elke stap voel je van tevoren van kan het. Ja. En op het moment dat hij dus tong ergens tegenaan komt, dan is het zo. Ja, maar ik kan net iets te laat klap, maar. Dat had heel mooi geweest. Dat had mooi geweest, ja. Maar dan weet je van dan moet ik even stoppen. Ja. En je loopt natuurlijk ook al een jaar met het prototype. Ja, wat vond je daarvan? Die was ook goed. Ja. Ik vind alleen het materiaal nog even wat prettiger. Ik heb het idee dat de stok wat lichter is. Okay. En ook wel als voordeel is dat hij. Wat minder lawaai maakt. Okay, ja. Dus eigenlijk voor mij voldoende om dingen te horen, zonder dat iedereen mij het vet hoort aan schuiven. Kijk, dus hij is eigenlijk nog beter geworden. Vind ik wel, ja. En, ja. En hij was wel goed, of? Ik vond die handen ook. Okay, ja, ja. Ik kon hem zien heel verstreken. Ja, hij is goed gebruikt. Dat zegt wel iets, ja. Nee, mooi. Nou, ik ben heel blij mee. Ja, nou, ik nog meer. Dat jij ons zo hebt geholpen de afgelopen tijd om de rollerbal te ontwikkelen. Want ja, zonder jou hadden we dit niet kunnen doen natuurlijk. Nee, nou, en als ik in de toekomst nog meer kan doen, dan met alle genoegen. Ik zal wel echt doorgaan met de ontwikkeling. Ja, dat goed. Gaan we zeker doen. We gaan gewoon kijken wat we nog meer kunnen verzinnen. Ja. Misschien wel een AI-stok of of een andere punt. Ja, eentje die nog wat lichter is, of eentje die bedoeld is voor een herkenningstok? Of, Ja, ik blijf altijd zo, hoe lichter die is, des te beter. Want dan, je gebruikt toch altijd de spier van je armen te bewegen. Ja. En hoe lichter die is, des te beter. Dat is gewoon eerst qua belasting. Ja, dat heb ik zelf ook al gemerkt. Dat ik dan gewoon voor mezelf ging testen, dan kreeg ik al binnen een half uur gewoon spierpijn, omdat ik het gewoon niet gewend ben. Ja. Nou ja, en als je dan zeg maar zo bijvoorbeeld al rollend 10 kilometer moet lopen, dan ben je niet alleen moe in je voeten, maar ook ben je moe in je armen. Omdat je kan natuurlijk ook wel een keer afwisselen, de andere arm doen. Ja. Meestal hebben ze als regel eigenlijk, dat als je, dit noemen ze dan een gidslijn, waar je langs loopt, heet een gidslijn. Ja. Dat is je oriëntatiepunt. En op het moment dat je oriëntatiepunt in je rechterhand is, dan gebruik je eigenlijk de linkerhand, zodat je dus de oriëntatiepunt kan vasthouden. Oké, zodat je me tegenaan kan duwen. Ja, zo. Ja. Ja. Okay. En als je dus aan, als je dus aan de andere kant is, dan gebruik je weer je rechterhand. Maar ik loop ook wel eens met de hond, dus ik ben echt wel gewend om de stok in mijn rechterhand te houden meer. Ja. En dan, dus dat is echt een stukje aanwending. Maar eigenlijk is het wel goed om af te wisselen. Oké. Okay. Nou, dat scheelt misschien ook wel met je met de spieren. Met de belasting, zeker, absoluut. Ja. Dat was ook met veel.